Vijf mannen. Vijf vrouwen. Jasper, je bent presentator van het programma. Hoezo? Nou, jij doet niet dat mee. Jij er vandoor gaat met een van de vrouwen. Ja. Die jongen met, met dat gekke teentje. Maar het is ook alweer een heel ander type dan dat ik gewend ben. Zal ik dan gelijk even... Nee, ik ben nu aan de beurt. Ik zit eten. Dit is Camping de Liefde. Waar 10 vrijgezellen elkaar proberen te vinden. Lukt het ons als Cupido's onze pijlen de juiste kant op te schieten? We doen er in ieder geval alles aan. Welkom op Camping de Liefde. Ik ben benieuwd wat Van Camping Stijn geregeld heeft. Volgens mij is het wel goed in de polder zo te zien. Ja. Heb jij 2 tentjes mee? Ja, de tent van Jasper ligt dus bij mij thuis. Maar wat heb jij allemaal meegenomen dan? Gitaar. Ben je toch ook een troubadour, hè, Jasper? De gitaar mee. Stijn heeft lopen timmeren, hè? Och. Nee, maar wat is dit? Wat is dit voor ding? Wat is... Stijn, heb jij nou een serieuze fucking caravan? Jullie zijn een half uur te laat, hè? Ja. Hij heeft een eigen trailer. Wat ben je voor ster? Nee, kijk naar het bord. Hoofdpresentator. Jezus. Jullie zijn echt ontzettende luie televisie. Presentatoren. Zo, hey, gast, maar, jij hebt de fucking caravan. Die mensen komen binnen een uur, zijn ze hier allemaal. Hé, hey, maar Stijn, wat dacht je? Ik presenteer een Human Interest programma. Laat ik ook hetzelfde kapsel nemen als Ivonie. Het begint echt lekker. Kijk hoe vet het is. Dit is... Hey, maar is jullie... Hoppa! Is voor jullie een beetje duidelijk wat het idee is, zeg maar? Ja, zeker. We hebben een camping waar we inderdaad zorgen dat we vrijgezellen aan elkaar kunnen koppelen. Ja, maar waarom? Omdat deze zomer is het natuurlijk allemaal lastig, hè? Ik weet niet of je ervan hebt gehoord, maar het schijnt nogal een dingetje te zijn. Ja, zoals Mark Rutte zegt, het virus. Het virus. Nee, ja. Kijk, door het virus gaat niemand meer op vakantie. Dus kun je ook geen vakantieliefde tegenkomen. Nee. En daarom zitten wij hier. Dus hou ook een beetje afstand van elkaar, want dat is wel belangrijk. Kut. Nou, misschien moet je eerst het lusje eraf halen. Kijk, het is ook de eerste keer dat je je eigen tent opzet. Want normaal duik je altijd bij iemand anders de tent in. Nee, sowieso voor het eerst dat hij hem zelf opzet. Hé, hey, jongens, jullie zijn wel nog wel even bezig, denk ik. Ik ga even in mijn trailer. Ik heb gewoon een eenpersoons tent. Ik ben toch in mijn eentje? Jullie... Ja, kijk, ik wil niets uitsluiten, Tim. Het blijft toch een single camping. Daar ben ik ook nog een beetje voor beducht. Dat de vrijgezellen onder ons. En dan doel ik op Daan en Jasper. Jasper, ja. Je bent presentator van het programma. Hoezo? Nou, jij niet dat mee. Jij er vandoor gaat met een van de vrouwen. Ja, maar er kan toch iets ontstaan? Het is toch... Jasper, het maakt me niet uit. Ze daarna na het programma opbelt, dat is helemaal aan jou. Maar tijdens het programma blijf je gewoon met je tengels van die vrouwen. Waar slaat het nou op? Ik kan het toch ook een avond gezellig hebben met Ja, maar dan word je kandidaat. Dan stop je ook met presenteren. Dan ga je daarop zetten. Dan ga je op het vrijgezellenveld staan. Ja. Welkom bij Camping de Liefde! Het is een mix van Boerzoeksvrouw, Temptation Island, The Bachelorette. Alles door elkaar. In het beste samen. Dat is dit. Camping de Liefde. Vijf mannen. Vijf vrouwen. Op een camping. Vrijgezel. Ja. Ja. We hebben gekozen voor een bepaalde leeftijd, 25 tot 35. Want we willen wel dat er echt een serieuze match kan plaatsvinden. Ja. Het zijn ook de meest zure mensen. Die zitten er nu helemaal in zak en as. Die moeten toch al snel aan kinderen beginnen, anders gaat het helemaal mis. Ja. Dus het is wel die leeftijd, die is nu het hardst geraakt. En daarvoor hebben we 5 vrijgezelle mannen, 5 vrijgezelle vrouwen. En hopelijk komt er op deze camping heel veel liefde uit. Het is net Joris Lintzen dit. Wat de presentator. Op blote voeten. Jongen, jouw tenen zijn met vingers, joh. Wat vies. Alsof die zwaait zo. Oké. Jongens, ga staan. Dit doen echte presentatoren doen het ook. Wat doe je dan? Wat? Gewoon, ja. Nee, gewoon staan. Dit ziet er heel ongemakkelijk uit als je dit doet. Zo. Die armen zo. Dit is zo. Art Rooijakkers doet dit ook zo. Kijk. We hebben de eerste. Die koffer. Lukt het? Ja, ik ga er gewoon heel open in. Ik heb geen verwachtingen. En als mijn droomman erbij zit, ja, dat zou ik superleuk vinden. Hallo zeg. Hoi. Hallo. Hallo. Ik vind het heel leuk om hier te zijn. En de jongens. Ja, daar ben ik echt wel heel erg benieuwd naar. Zijn jullie klaar voor de mannen? Kom op, jongens. Zijn jullie klaar voor de mannen? Hier zijn de vrijgezelle mannen.
komen. Lekker voor je wieltjes, dit. Ja, de dames zien er allemaal heel lief uit, vind ik eigenlijk. Heel lief. En ja, ik ben heel erg benieuwd wat de komende dagen gaat brengen. En wat voor leuke dingen we allemaal gaan doen. Beste kandidaten, jullie gaan mee op een groot liefdesavontuur. Er is echter één belangrijke huisregel. Lookie, lookie, no tutsie. Beetje tegenstrijdig, maar mochten jullie nou toch niet van elkaar af kunnen blijven, is niet erg. Daar zijn we eigenlijk best wel blij mee. Alleen ben je dan wel een koppeltje, dus dan ben je ook voor de rest van de tijd hier op de camping samen. En dan mag je ook niet meer switchen van partner. Ja, sorry, corona is een bitch. Voordat we elkaar beter gaan leren kennen, gaan we eerst even naar elkaar kijken. Want wie weet ontstaat er al liefde op het eerste gezicht. We geven jullie 2 awkward minuten de tijd om lekker naar elkaar te kijken. Oh, Jezus. Oh, dat is heel lang. En de tijd gaat nu in. Nou, dat waren 2 ongemakkelijke minuten. Ja. Dan is het nu tijd dat we de camping gaan opbouwen. Hier het mannenkamp en daar het vrouwenkamp. Welkom op camping De Liefde! Liefde op het eerste gezicht. Nog voordat de gasten één woord met elkaar hebben gesproken, willen wij graag weten of ze al iemand aan de overkant hebben gezien die ze wel zien zitten. Natuurlijk net al de mannen even kunnen begluren. Ja, ongemakkelijk. Ja. Beetje ja. Wel. Het is toch raar dat je zo naast elkaar staat en toch een beetje selecteren en al keuren bijna. Ik ben Esmee, ik ben 25 jaar. Ik ben nu 5 jaar vrijgezel. Ik woon nu tijdelijk bij mijn ouders. Een heel klein dorpje. Ik voel me hier ook best wel thuis met al die koeien en dat weiland. Ik ga in september weer starten met een opleiding, de leraaropleiding. En dan hoop ik docent maatschappijleer te worden. Zat er een jongen tussen waarvan jij dacht, nou, dat vind ik eigenlijk wel... Ja, ja, dat... ja, met dat witte shirt. Die? Ja. Ik vond de jongen met het grijze shirt ook wel... Gewoon leuk. Ja. Justus, ja, met gewoon een lekkere, stoere man. Ja. Ja. Sorry dat ik het zeg, maar ze staan wel heel dicht op elkaar met die tent. Stel dat er een beetje actie in de tent komt, wil je toch een beetje privacy hebben. Je wil ze verder uit elkaar, zodat ze met elkaar in de tent kunnen duiken? Nou ja, ja. Waarom heb jij je tentje dan zo dicht naast de mij? Ja, dat vind ik gezellig. Ik ben Justus, 29 jaar en ja, ik ben vooral veel bezig met duurzaamheid. Ik ben nu 4 maanden vrijgezel, maar bij een ervaring leert dat liefde, dat heb je niet op bestelling van, nou, ik ben nu zo lang vrijgezel, dus nu vind ik liefde. Nee, dat komt en dat gaat gelang je geluk, zou ik zeggen eigenlijk. Hey, en Justus, is er al specifiek iemand die je zag qua uiterlijk waarvan je dacht, nou... Ze zien er allemaal mooi uit, maar de ervaring leert ook dat als het innerlijk heel mooi is, dat dan eigenlijk... Ja. Zeg het uiterlijk dan niet mooier kan zijn? Nee, maar dat, het dan, dat iemand er dan ook echt letterlijk mooier uit gaat zien. Oh, zo. Omdat je... Liefde maakt blind ook. Nee, dat vind ik juist heel mooi wat hij zegt. Dus als je iemands innerlijk maakt, iemand ook knapper. Ja. Je moet goed luisteren. Nee, dat is waar, ja. Dag. Hoe gaat het hier? Dag Tessa. Hallo. Een prangende vraag natuurlijk. Zag je iemand staan waarvan je dacht, nou... Ja, niet met dat witte shirtje, vind ik wel leuk. Witte shirtje? Ja, Bart. Hoe heet die, Bart? Ik ben Bart, 31 jaar en ik ben projectmanager. Ik ben nu ongeveer 1,5 jaar vrijgezel. Ja, ik denk dat ik op zich al weet hoe ik moet flirten. Dus nou ja, we gaan het zien de komende dagen. Iets beter dan niets. Dit is het? Dit is het. Hier ga je onderslapen. Komen we straks nog wel even kijken wat we eraan gaan doen. Vind ik dus wel mooi, hè? Die Igor heeft dus alles meegenomen. Partylampjes, een partytent, een discobol zag ik. Oh, vet. Maar geen tentstokken. Maar kunnen we hier iets aan doen? Ja, weet ik niet. Jij jouw tent geven. Ja. En ik dan? Bij jou een bed krijgen? Nee. 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 Ja. Heb je al een keer een relatie gehad? Ja, op de middelbare school, maar telt dat? Heb je hele hoge eisen? Nou, dat vind ik zelf van niet. maar anderen zeggen wel eens dat ik wat minder kritisch moet zijn.
Maar ik vind zelf dat ik... Ik ben niet moeilijk. Ga eens even aan de kant. We zijn even... Wat dan? Igor die is zijn tentstokken vergeten. Dus ik denk dat de enige oplossing is dat ik mijn tent offer aan hem. En dat ik bij jou aan de caravan ga liggen. Wij gaan heel even door met... Nee, dat gaan we echt niet doen. Ik kom bij jou in die caravan. Ik wil eerst dat jij terugneemt dat ik hier de diva uitloop. Maar, kijk, ik vind het een top idee van jou dat je dit ding mee hebt. Oké. Nou, je hoort het. Igor zit nog met een probleem. Dat hij dus zonder tent... Ik heb een grote tent. Dus, kijk, je bent in ieder geval voorbereid. Ik ben voorbereid. Is er iets waarbij wij zouden kunnen helpen? Ik zeg al heel snel wat ik vind en wat ik voel en wat ik van iemand vind. Dus als je te ver gaat, dan moet ik gewoon even zeggen... Van Sofie houdt interessant. Beetje hard to get. Beetje... Ja, ik ben inderdaad totaal niet hard to get. Dus misschien mag ik dat wel wat meer zijn. Iets mysterieuzer. Ja. We gaan je daarbij helpen. Geweldig. Mysterieuze Sofie. Hey Maurits. Ja? Hoe vond je het net? Ongemakkelijk, maar ook een goede voorbode. Nee, ja, er is potentie. Ja? En hoe ben je sowieso in de liefde? Ik heb aardig wat achter de rug. Als in relaties gehad. Maar nu was ik wel aan voor een avontuurtje. En je bent niet vies van de sportschool, zie ik al in je armen. Precies, dat vind jij mooi, hè? Ik hoor dat jij ook bent begonnen met sporten. Ik vind het wel mooi dat hij ook zegt, ik zie ook dat jij bent begonnen met sporten. Ja, er is namelijk nog niks. Maar het is progressie. Ik kom je uit je lijden verlossen, Igor. Nou heb je alles meegenomen. Parnilampjes, een opblaaskrokodil. Maar geen tent. Geen tent. Die compleet was. Geen tent. Ik heb iets voor je. Ik moet hem wel zelf opzetten. Oh ja. Dag Tessa. Hey. We gaan jou... Verwarrend. Gewoon Tessa noemen. Gewoon Tessa? De andere Tessa wordt blonde Tessa. Oh, dat is top. Ja. Is er iemand waarvan je denkt van, nou, de vorm van zijn ogen, dat is helemaal mijn ding. Nou, er waren twee personen dat ik dacht, oh, dat was wel gezellig oogcontact. Wie was dat? Die jongen met, met dat gekke ding. Precies, maar het is ook alweer een heel ander type dan dat ik gewend ben. Dus ik laat dat... Ik vind het is lastig spannend te zeggen, hè? Ik vind het heel lastig. Ja. Nou, wij hopen dat je hier de liefde gaat vinden. Ik hoop het ook. De eerste dag op Camping De Liefde zit er bijna op. Maar voordat de Cupido's en de campinggasten naar bed kunnen, willen we nog wat inside information, zodat we onze pijlen in de juiste richting kunnen schieten. We vragen de vrijgezellen een briefje in te vullen met hun top 2. En ze een mooi en lief compliment te geven. Oh jongens, ik ben wel benieuwd. Pak er eentje uit, Jasper. Zullen we dan gelijk even het hart van Esmee erbij pakken? Ja, goeie. Oh, dit is wel... Ze heeft het wel al gezegd bij de tenten, maar dit is op haar eerste indruk. Justus. Oh. Echt? Oh. Oh. Het compliment aan Justus is... Goeie eerste indruk. Ziet er leuk uit. Ah. Oh, is het? Dit gaat over Esmee. Luister je of niet? Ja, ik zit ook te lezen ondertussen. Ja. Ik wil even inhaken op jou. Ik heb namelijk Justus. Oh. En Justus heeft op 1 gezet... Esmee. Maar shit, dit wordt lastig, jongens. Nee, maar dit dit is toch... Dit is te gek. Esmee, Justus op 1. Hey, heb jij bananen in je oren? Ja. Ik zit toch naar mijn eigen dingen te kijken. Ja, maar misschien heel even gewoon, we doen dit met z'n allen. Ja, maar ik zal ik dan gelijk even... Nee, ik ben nu aan het doen. Nee. Ja, ik zit even te wachten. Nee, ik wil even Daan horen. Nee, mag ik even? Nee, ik wil even Daan horen. Want ik heb Bart. Oké. Bart. Ja. Bart. En? Want wie heeft Bart op 1? Ja, ik denk toch eens mee. Bruine Tessa. Dit kwam er zo raar uit. Luister, dat staat hier. Ja, bruine Tessa. Bruine Tessa. Je zei het even met zo'n overgave. Kan je ook vertellen waarom? Ik krijg chille vibes van jou. Kijk. Chille vibes. Hey, maar jongens, dit is maar de eerste dag. Het kan zijn dat het nog helemaal verandert. Hey, ik ga naar bed. Mag ik nu even zeggen wat ik heb? Ja, oké. Dan mag hij. Ik heb hier twee Tessa's. Er staat alleen niet bij welke Tessa wie is. Maar ze hebben allebei Maurits op 1. En Maurits, die heb ik hier toevallig ook. Ja. Wie heeft Esmee op 1? Wil je ook weten waarom of niet? Nee, haal maar op. Het is wel best. Ik ga dit even in kaart brengen. Als jullie gewoon alle briefjes erin doen. Wil je naar bed? Nee, ik ga dit nog allemaal. Ik heb nog allemaal werk te doen. Ik ben een oprechte Cupido zonder bananen in mijn oren. Okay. Het hoort erbij. Okay. Jongens, de sleutel van het hart gaat weer mee.
OV als je hem kwijtraakt, jongen, die sleutel. Oei, ik ga ook naar bed. Ik ga naar bed. Nou, jongens, slaap lekker. Volgende week, mijn irritatie over de kieviet. Ja, hele nacht. Weet je wat ik heb gehoord? Ja. Probeert Stijn de liefde te sturen. En ik wil eigenlijk het een beetje, een beetje voor het blok zetten. Gaan de kandidaten eindelijk met elkaar ballen? Oh, wat een paas! En wordt er steeds meer duidelijk. Nou, hij heeft een leuke kop en een goed lichaam. Dus